Het is nogal winderig vandaag, maar het gaat alle kanten op. We zijn vandaag in Oostvoorne om een zonsondergang te fotograferen. Ik ga blijven een beetje zo staan, omdat dan het hopelijk nog wel goed gaat met de wind. Het ziet er goed uit. Ik ga jullie meenemen. We gaan kijken wat we kunnen vinden. Het is nog ongeveer 3 kwartier tot zonsondergang. En de mooiste foto's zijn eigenlijk een half uurtje na zonsondergang. Dus we hebben lekker de tijd om eventjes tot rust te komen en even te gaan zoeken naar composities. Dus let's go, deze kant op. Ik had het vermoeden dat vandaag dat er geen wolken zouden zijn aan de horizon. Maar ja, je kan het waarschijnlijk niet zien. Maar die zijn er wel. Dus de kans op een mooie zonsondergang is iets naar beneden gegaan. Maar we geven het nog niet op. Het is nog niet zo ver. Leutjes. Misschien heb ik hier iets gevonden. Ik kan het echt bijna niet zien. Ik ga je gewoon opzetten. Ik ga meekijken. Komt ie. De zon gaat net weg. Ah, verdorie. De horizon ziet er niet best uit. Er komt volgens mij een hoop regen uit. Dus dan gaat ook geen zonsondergang worden. Maar goed, kijken wat we voor nu nog kunnen schieten. Is eigenlijk nog. Staan we nog te dichtbij. Nog iets verder weg. Oké, ik twijfel heel erg aan deze compositie. Ik ga jullie even laten zien waarom. Zou ik zo even de camera aanzetten? Kunnen jullie meekijken met wat ik aan het doen ben? Dit is mijn compositie op het moment waar ik erg aan twijfel. Het probleem zit hem in, wat ik mooi vind erin, is dat hier zo een lijn zeg maar gaat. En aan die kant gaat ook een lijn naar dit punt. Maar er is niks bij dit punt hier zo. Als daar nou een mooie zonsondergang zou zijn hier, dan was het misschien nog wel wat geworden. Maar in dit geval vind ik het niet zo mooi. Wat ik denk ik ga doen, is dat ik mijn wide angle lens ga pakken. En me meer gaan richten op een van de features die ik daar zie. En die meer groot in beeld zet in mijn wide angle. Waarbij de achtergrond minder belangrijk wordt. Het is wel een mooie wolk op zich. Dus misschien dat dat gaat werken. Ik ga jullie meenemen. Komt zo. In het geval zoals vandaag dat ik eigenlijk niet zoveel kan vinden, vooral omdat de lucht niet zo meewerkt. Werkt goed om dichterbij te gaan zitten, dichter bij de grond. Een mooie vorm in het zand te vinden en die groot in de voorgrond te plaatsen. En dat is wat ik hier heb gedaan.
Zoals je kan zien heb ik hier in de voorgrond hier zo een soort lijn zitten. Die hopelijk een beetje zo rond gaat trekken richting deze wolkenbank en de ondergaande zon aan die kant. Ik ga deze foto bracketen. Omdat het contrast tussen de achtergrond en de voorgrond te groot is. Daarnaast gebruik ik ook nog een graduele filter. Gewoon als dat genoeg zou zijn, dan zou dat mooi zijn. Ik zit op f13, zodat de voorgrond goed scherp is en een redelijk gedeelte de foto in ook nog scherp is. Ik stel scherp op de voorgrond, op dat stuk zand dat in de voorgrond ligt. Zo. En dan f13, 15e van een seconde. Gewoon omdat ik op f13 zit, met een ISO van 100 uiteraard. En eens kijken wat we ervan gaan maken. Een bracket van 3 stops. Tenminste, sorry, 2 stops aan beide kanten. Dus 3 shots. 2 seconden timer erop. En go. Helemaal goed. Dat is hem. Dat is deze foto. Ik ga denk ik met deze foto wat proberen in luminosity masking. Wat ik eigenlijk nooit doe. Dus ik ga jullie 2 foto's laten zien. Eentje met luminosity masks. En eentje zonder. Eens kijken welke de beste wordt. En ik ga weer verder. Kijken of dat er toch nog iets verder van te maken is vandaag. Ik hoop dat jullie hier iets van kunnen horen. Maar waar ik naar zoek als ik hier zo rondloop, is naar lijnen die ergens naartoe leiden in het zand. En in dit geval heb ik hier een paar lijnen die kant op gaan met een poeltje. En deze, die lijn zeg maar, die hier zo verder gaat. En ik hoop dat wel wat kan worden. Dus laten we wat proberen te maken. We zijn weer redelijk laag bij de grond. Zodat de voorgrond echt het belangrijkste wordt in de foto. Oké, we gaan de camera in. Jullie kunnen weer even met mij meekijken. Ik gebruik een graduele filter. Je ziet hier zo het beeld binnenschuiven. Tot hier ongeveer. Ik wil hem tot de hoogte van de horizon zo ongeveer hebben. Zodat de lucht wat donkerder wordt. En de voorgrond nog even licht blijft. Je ziet hier in de voorgrond zie je deze lijnen. Die je samen met die lijn naar deze wolk en de zonsondergang en dit mooie wolkje toe brengen. Wat ik doe is focus hier op de voorgrond. Ik ga hier een focus stack ook van maken trouwens. Waarbij we focussen op de voorgrond. Op het midden één foto en eentje voor verderop. En in Photoshop voegen we die later samen tot één foto. Oké, zo staat hij klaar. Info, mijn histogram ziet er prachtig uit. Ik schiet er één. Ik doe alsnog bracketen, gewoon voor de zekerheid. Oké, dus ik ga hem focus stacken, waarbij ik eerst focus hier op de voorgrond. F13, 1/10 van een seconde met ISO van 100. Foto 2 wordt een focus in het midden van de foto. En nummer 3 op oneindig in de verte. Oké, nou, top. Die gaan we samenvoegen. Even kijken wat eruit komt. Komt-ie. Zegt een beetje donker. Heb ik het ook wel een beetje gezien inmiddels. Het is best wel winderig. Ik ben wel uitgewaaid. Wat een dag, wat een middag zo. Het was best wel kort en hevig. Vooral hevig en winderig. Maar het was een mooie. Ik denk dat er wel een paar mooie fotootjes tussen zitten. Ik hoor graag van jullie wat jullie ervan vonden of dat jullie mooie foto's vonden. En ik zie jullie graag in de volgende vlog. Tot ziens!
Thank you.